It's your boy T, Chicken Rules, Nick in de place, dames en heren, luisteraar. Ik weet niet wat ik meer haat, de corona-waanzin of taalverbeteraar. Oké, is goed, ik haat jullie niet, maar ik vind jullie echt vervelende personen. Luister, ik ga gewoon eerlijk met je zijn, ik kan niet spellen. Niet eens een beetje. Ja, ik google vaak mijn woorden en autocorrect is mijn beste vriend. Mijn spelling is zelfs zo klote dat ik soms iets typ en dat autocorrect zegt: ja, sorry pik, maar wat bedoel je nou? Hier kan ik je zelfs niet mee helpen. Ik kan niet spellen, ik kan er helemaal niks van. Soms wil ik iets typen naar iemand, dan ken ik één woord niet van in de zin. En dan... ja, dan skip ik gewoon de hele zin. Of ik skip het hele gesprek en denk, ja, laat maar. En dan hebben ze me een paar dagen later terug. Hey Jay, hoezo hoor ik niks meer van je? Dan zeg ik, ja, ik weet niet hoe je uitgaansgelegenheden schrijft. Ik ga er gewoon eerlijk voor uitkomen. Taalverbeteraars, ik mag jullie niet. We doen het voor je eigen bestwil. Wat voor mijn eigen bestwil? Wat is dit? Cito-toets? Moet ik iets halen? Ik vraag of je zin hebt in wortelstampot. Meer vraag ik niet, hè? Hou die fucking Halloween cursus bij je, man. Als je wil verbeteren en dat is echt je intentie, je wil iemand helpen, oké. Dan kan ik er nog een beetje in komen. Nee, dan kan ik er ook niet in komen, sorry. Maar weet je wat het meeste stoort? Is jullie die attitude. Dat is mijn DK. Dat moet misschien met de L. Dat gedoe. Alsof je een of andere god bent. Mensen zijn zo arrogant en doen alsof ze het hele leven hebben uitgespeeld omdat hun weten hoe je psycholoog schrijft. Oh, oh, oh. Hier wil je een pluim. Ja, de pluim, jong. Het ligt natuurlijk ook een beetje aan de context, hè. Kijk, als ik een brief moet schrijven naar de gemeente, ja, dan snap ik dat je een beetje kritisch bent. Ik plaats alleen iets op Facebook. Waarom moet daar een spellingscontrole overheen? Sommige mensen doen het zelfs bij WhatsApp. Sommige mensen doen het niet alleen op Facebook of WhatsApp. Sommige mensen doen het in real life. De spraakverbeteraars. En dan zeg ik bijvoorbeeld, hey, niemand kan het zo goed als mij. En dan hoor je ze. Het is dan ik. Het is dan stik. Bind spelling niet aan intelligentie en bind diploma's niet aan intelligentie. Ik heb geen strikdiploma, ik kan beveter strikken, ja? Een diploma betekent ook niet meteen dat je intelligent bent, hè? Ik ken hele slimme ongeschoolde gasten en ik ken universitair geschoolde randenbielen. Een taal hebben we verzonnen om met elkaar te communiceren. En nee, ik weet niet hoe je dat schrijft. En op een gegeven moment kwam er spelling en toen werd het allemaal een beetje complexer. Toen had gewoon ineens iemand verzonnen dat woord niet woord is, maar woord wordt nu woord. Omdat stam plus J. Weet ik veel, boeit me niet. Tuurlijk heb je een paar grenzen. Zolang ik niet schrijf frikandel of salamander. Maar voor de rest heb ik gewoon één basisregel. En weet je wat die basisregel is? Versta je me? Begrijp je me? Ja? Hou je snater dan!